Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Hallo Birgit, ik heb iets voor jou gemaakt. Ja, dankjewel. Het is een ontwerp van een speeltuin. En ja, en wat ja, gewoon over ideeën dat we kunnen doen of zouden kunnen doen bij de speeltuinen. En ja, ik heb het samen gemaakt met een beetje hulp van mijn moeder en ook een beetje van mijn broertje. En we hebben ook overlegd met een paar kinderen uit de buurt. Van wat willen jullie erin en wat is handig. En ja, daar kwam dan uiteindelijk dit uit. En ja. Dit is wat jullie graag willen hebben hier in de buurt. Ja, ja. En ja, we hebben ook een beetje aan de kleinere kinderen gedacht. Ja. En ja. Dat. Ja. Dat ja? Is het, ja. Laat eens, noem eens wat. Nou, zoals dit is een klein speelhuisje. Ja. En met een glijbaan, een klimwand en dit is een trappetje. We hebben in plaats van een normale wipwap hebben we een sta-wip. Ja. Dan moet je opstaan en dan kun je wippen. En een kabelbaan hebben we hier. We hebben duikelrekken. Hier zo hebben we schommels. Ja. En we hebben hier een soort van ja, draaiplateau-achtig waar je dan op moet lopen en dan gaat hij draaien. Oké. Okay. En dan hebben we een wipkip. En ja. En dan moeten er nog wat boompjes bij. Ja. Voor ja. De schaduw. Ja. En we hadden ook bedacht om dan van het doolhof, die daar zitten, hier ja. Zo, die zit, hier zit een doolhof, hadden we bedacht om dat dan hier zo aan die kant, hadden we dan bedacht om het die plankjes eruit te halen en dan hier neer te zetten. Oh. Dus jullie hebben een heel ontwerp voor een speeltuin gemaakt, ja. Maar ook meteen het groen heringericht. Ja, en we hebben ook hier, zouden we dan van die lange grassen willen. Ja? Want gras, ja, aangezien het daar best wel droog is, dat we daar dan, ja, en grassen kunnen goed tegen droogte. Dus dan doen we daar een paar ja, groen grassen erbij. Okay. Ja. Heb je ook nog een plekje waar mama en papa kunnen zitten? Ja, dat is hier zo. En we kunnen eventueel ook nog op andere plekjes een bank zetten, maar wij hadden meer een voorkeur voor hier. En ook dan hier een prullenbak er meteen bij. En we hadden ook een beetje als doel dat het een beetje van natuurlijke producten zijn. Ja. Zoals dat het van hout is of sommige dingen dat van gerecycled plastic of zoiets kunnen gemaakt worden. Dat ook fijn zou zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Babette. Ja. Volgens mij moeten we hiermee aan de slag gaan. Ja. Ja. Mm-hmm. Dan denk ik dat het wel fijn is als we nog meer kinderen uit de buurt gaan vragen om mee te denken. Ja. Ja. Want jullie hebben natuurlijk iets hartstikke moois gemaakt. En er zijn vast wel meer kinderen die nog hele mooie ideeën hebben. Ja. Denk ik ook, ja. Ja. Nou, Babette, je hebt een hele mooie tekening gemaakt. Hoe kom je daar zo bij? Nou ja, we vonden die speeltuin een beetje saai worden en zo. En er was verderop nog wel een speeltuin, en alleen dat was wel wat verder wonen, lopen. En ja, we hadden gewoon wat ideeën van die speeltuin naar de speeltuin hier gebracht. En ja, dat was het eigenlijk wel. En dan maar hopen dat de gemeente er wat mee gaat doen, hè? Ja, natuurlijk. Want dat lijkt me ook wel leuk dat er wel iets aan gedaan wordt. Zullen we dat even aan de wethouder vragen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Birgit, mooie tekening. Jullie gaan alle speeltuintjes aanpakken in de wijk? Nou, we hebben wel een projectplan gemaakt voor bewegen, spelen en ontmoeten in Doesburg. En we hebben gezegd van we willen beginnen met één wijk. En we wilden dus graag beginnen in deze wijk, in het Molenveld. En nou, toen kwam Babette dat ze een mooie tekening had gemaakt. En dat is natuurlijk wel een mooie start om eens te kijken wat kunnen we in deze wijk nog doen met speel- en beweegplekken. Voor met name jongeren. Maar wat natuurlijk ook leuk is als ouderen daar ook nog bij kunnen zitten of van kunnen genieten. Ja. Ik heb zelfs gehoord dat er een soort buurtsafari georganiseerd gaat worden. Vertel eens. Ja, ik heb
er is een partij, Warkhaus, die hiermee aan de slag gaat. En die willen een buurtsafari organiseren waarbij ze echt wat jongeren uit de buurt oproepen om mee een rondje te gaan maken om aan te geven wat zij nou leuk vinden en waar zij nou zouden willen dat er speelplekken komen of niet en wat voor soort speelplekken daar moeten komen. Maar wij zijn toch een beetje de leeftijd ontgroeid, Maarten, dat wij spelen. Dus wij dachten, we moeten ook de groep vragen die er ook vooral gebruik van gaat maken. Wij zijn niet bepaald de doelgroep, zogezegd. Nee. Ik denk dat, nou ja, die schommel is af en toe nog wel eens leuk, maar het is niet echt voor ons gemaakt, nee. Wanneer gaat dat gebeuren en hoe ga jij mensen daarvoor ronselen? Nou, de buurtsafari gaat plaatsvinden op 8 oktober. En mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. Jongeren kunnen zich daarvoor aanmelden. En dan moeten ze een mailtje sturen naar info@warkhaus.nl. Info@warkhaus.nl. We laten hem even onder in beeld zien. Dat is helemaal geen probleem. Oké, maar nu is deze wijk, die wordt eerst aangepakt. Verwacht je dat de andere wijken ook op korte termijn aangepakt worden wat betreft de speeltuintjes? Nou, we zijn in Beinum al bezig. Hè, met naar buiten in Beinum wordt daar ook integraal naar gekeken. En een beetje afhankelijk van wat er hier uitkomt en kijken hoe de samenwerking gaat met de kinderen en wat er allemaal uit gaat komen. Ja, dan willen we natuurlijk ook nog aan de slag met de andere wijken. Maar goed, dat zal wel wat tijd nodig hebben. Dankjewel. Graag gedaan. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag naar onze scherpe huurprijzen.